Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar Sunny zoekt geluk, waarin ik praat met inspirerende mensen over hoe je een groots en meeslepend leven leidt. En toen ik op Facebook en Twitter vroeg wie mijn volgende gast moest zijn, toen zeiden heel veel mensen Arie Boomsma. Wie? Hey. Oh. Nou, ik heb speciaal voor jou een hele mooie plek gereserveerd, dus kom maar mee. Ja, ik bedoel, je hebt niet zo vaak Arie te gast. Ik ben Sunny. Ik wil bewuster leven. Met een opgeruimd hoofd. Een gezond lichaam. Verdieping. En altijd een dikke lach op mijn gezicht. Dit is Sunny zoekt geluk. Arie, heel veel mensen vinden jou inspirerend. Ben je daar heel bewust mee bezig? Nee, en ik denk dat dat ook niet kan eigenlijk. Dat je, als je je voor gaat nemen, ik wil andere mensen echt inspireren, dan denk ik dat het altijd misgaat. Dan krijg je dat hele geforceerde. En ik ben wel heel veel bezig met dragen de dingen die ik doe ergens aan bij. En dan hoop ik natuurlijk wel dat programma's en boeken mensen aan het denken zetten of in ieder geval een beetje prikkelen. En dat ligt dichtbij inspireren, maar het is toch anders voor mij. Ja, want je bent natuurlijk een domineezoon, je bent christelijk. Dan denk je niet meteen aan programma's zoals over seks en over uit de kast komen en over transgenders nu. Heeft dat dan iets met jouw achtergrond te maken dat je zo graag taboes wil doorbreken of daarin wil duiken? Nou, ik denk wel mijn opvoeding. Kijk, los van geloof hoor, want dat is natuurlijk altijd zeer gecompliceerd. Maar mijn opvoeding is wel zo geweest dat mijn ouders altijd hebben gezegd, kijk om je heen, kijk naar de wereld. En mijn moeder haalde ook iedereen in huis. Die haalde wel eens een zwerver van straat en die woonde dan een paar weken bij ons. Of iemand die uit de jeugdgevangenis kwam of een zendeling uit Afrika. Er was altijd wel iemand extra bij ons thuis en we hadden al een groot gezin. Dus mijn ouders hebben ons wel en mij wel echt heel erg opgevoed met het oog voor anderen. En ik denk wel, daar komt het wel een beetje uit voort. En ik vind het leuk om dan ook anderen tegemoet te treden zonder er meteen iets van te vinden. En dat is eigenlijk in alles mijn werkwijze. Dus als ik mensen interview, dan gaat het maar alleen maar om proberen te begrijpen. Of soms in programma's om een zo mooi mogelijk portret, een zo goed mogelijk verhaal te vertellen. Je hebt een essay geschreven voor de Maand van de Spiritualiteit, Troost. Waarom heb je ervoor gekozen om over troost te schrijven? Nou, het was voor de Maand van de Spiritualiteit die dus van 9 januari tot 10 februari of zo. Maar, en het thema was lichter leven. Ja. En toen zeiden ze, je mag het essay schrijven, of zou je het essay willen schrijven. Het mag over alles binnen dat onderwerp gaan. Verlichting. Of gewoon heel veel eten. Nou, precies. Ja. Ze zeiden zelfs letterlijk, afvallen mag ook. Dat maakt hun leven ook lichter. En dat vond ik zo breed en eerlijk gezegd wat vaag. Dat ik dacht, wat maakt nou mijn eigen leven soms minder zwaar of lichter? En dat is troost. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet zo goed weet hoe troost werkt. En dat heb ik in dat boekje geprobeerd om aan de hand van persoonlijke ervaringen te onderzoeken hoe troost werkt. Dat is eigenlijk hoe het er gekomen is. Ja, ik moet ook zeggen, ik had me nog nooit verdiept in mijn eigen troostgedrag. Maar dat doe ik nu dus wel door jouw boekje, door jouw ogen te kijken. Ja. En we zijn heel erg geneigd om te relativeren en maar goed te willen praten. Ja, dat is het. Ja. Wij leven in de tijd, je moet gelukkig zijn. Want geluk, het leven is maakbaar. Ja. En als je dat niet bent, dan is er iets mis. En ik denk dat het juist belangrijk is om de ruimte te geven aan verdriet en pijn. En dat daarna ook het echte geluk pas komt. Op het moment dat je wel accepteert dat het niet altijd alleen maar roze wolken zijn. Dat had ik niet echt achter de vrolijke Arie Boomsma gezocht. Ja, ik ben echt... dat is vermoeiend soms, eerlijk gezegd. Ja, hoe komt dat, denk je? Ja, dat heeft ook te maken met de dingen willen begrijpen. En ik vraag me altijd van alles af dat ik doe, heeft het waarde? Hoe zit dit nou? Wat betekent dit? Wat is hier nou eigenlijk echt gebeurd? En dat geeft me namelijk het gevoel dat ik constant in beweging blijf. Van, ook als ik een avond met vrienden gewoon lekker dronken word en tot 7 uur 's ochtends doorga, dan kan ik daarna de volgende dag denken van het was leuk, maar het was leuk zoals ik het al kende eigenlijk. Wat waren nou de echt waardevolle momenten? En dan eerlijk gezegd gaat het mij vaak om wat waren nou de nieuwe momenten die ik nog niet eerder heb meegemaakt. Dus het is die zucht een beetje naar het leven willen begrijpen, maar ook gewoon in beweging blijven, nieuwe dingen ervaren. Dat komt, daardoor ben ik altijd maar aan het malen van hoe ben ik hiermee omgegaan?
Was dit de juiste manier? Had ik het anders kunnen doen? Hoe doen andere mensen dit? Wat is goed? Wat is slecht? Wat is, weet je wel? Behoorlijk filosoferend. Ja, en ronduit vermoeiend ook soms. Ik zou eerlijk gezegd wel willen dat ik dat iets minder had. Ja, want is dan zo'n avond die je beleeft na al dat nadenk opeens niet meer leuk? Nou, het zorgt er wel voor dat ik minder van dingen geniet. Ik kan ook na een boek of een programma heel erg... Ik kan niet heel erg lang genieten van succes bijvoorbeeld. Dus als mensen een programma heel erg mooi vinden, dan natuurlijk vind ik dat leuk. Ja. Maar zelf ben ik al heel snel weer aan het nadenken over, maar wat kan er beter? Wat is de volgende stap? Ja, en wat was er misschien nog niet goed genoeg? Ja, zeg maar dat piekeren zorgt er niet voor dat je heel erg in het verleden blijft en dat je niet zo in het nu bent? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het juist niet. Het gaat voor mij juist heel erg om juist wel daar te blijven. Daar gaat het juist om eigenlijk. Ja. Want van dit is de ervaring en hoe vertaal ik die nu naar het leven? Weet je wel? Dus waarom is dit waardevol? Waarom is dit de moeite waard? Dus alles, je wil uit elke ervaring wil je iets leren eigenlijk. Nou, kijk, dit is onmogelijk natuurlijk. Ja. En het vertaalt zich namelijk ook een beetje dat ik de contacten juist in dat moment heel hecht beleef. Dus dan ben ik er ook echt. Maar daarna is het ook heel makkelijk om afscheid te nemen. En wat doe je dan om je hoofd leeg te maken of om in balans te komen weer? Trainen, vooral. Dus lezen. Dat is de reden waarom je elke dag in de sportschool zit? Nou, echt. Ja. Ik heb het gevoel dat het trainen, het sporten, geeft mij de energie om veel dingen te doen. Geeft me, op de een of andere manier maakt het me wat rustiger. Dus als ik een tijdje bijvoorbeeld om welke reden ook minder ga, dan merk ik dat eerst hier. Dan word ik prikkeliger, kan ik minder hebben. Heb ik ook minder ideeën, gewoon minder veerkrachtig ben ik dan. Dat is voor mij echt een heel belangrijk moment, ja. Ja, elke dag weer. Bijna. En ik heb wel het nadeel van wat ik net beschreef, dat ik dus niet zo heel erg lang geniet van dingen. Dat betekent ook dat ik te weinig deel. Dus het is pas echt mooi als je iets ervaart en je gaat dan, weet je, je doet dingen samen en zo. En dat doe ik te weinig. Dus ik heb... Ja, ik haal heel veel voldoening uit mijn werk en tegelijkertijd realiseer ik me dat om echt gelukkig een soort constant gevoel van geluk te ervaren, zal je toch meer mensen in het leven moeten toelaten en betrekken. En, ja, grappig, want je komt zo open over. Je komt open over in je boek, maar toch, wat je nu vertelt, ben je best wel gesloten daarin. Nou, kijk... Dat is het gekke. Dat is een beetje wel zo, maar in het moment, dus als ik met een vriend of vriendin, dan is er alles. En dan, ik aarzel nooit om ook maar ergens over te praten of dingen te vertellen of te huilen of te lachen. Dat komt allemaal heel erg daar. Alleen het probleem is natuurlijk, je moet toch, vind ik, om je heen een paar dingen die wat duurzamer zijn opbouwen. Dus vrienden zien mij soms gewoon een maand niet. En dat weten ze inmiddels. En dan is het goed. Van, nou, dan is die weer ergens mee bezig of ondergedoken. Of, en dan krijg je sms'jes, maar daar ga ik dan weinig op in. Dus het is, als ik er ben ik er volledig. Ben ik open, ben ik emotioneel, ben ik betrokken. Maar als ik dan gedag zeg, dan zeg ik soms ook echt gedag voor langere tijd. Dus daar, ik realiseer me dat daar iets niet klopt. Dat het een soort onvermogen is. En dat het niet iets positiefs is. Dus geen hele goede eigenschap. En dat is, als je me vraagt, ben je gelukkig? Of is dat wat je het meest geluk brengt? Dan denk ik, daar moet nog wel iets veranderen, hoor. Daar moet nog wel... Maar tegelijkertijd vind ik het heel lekker. Dus het is moeilijk. Het is echt een dilemma. In ons leven staat alles op shuffle. Dus niet alleen als ik op internet ben, dan heb ik 3 pagina's open. Als ik op YouTube een filmpje over een bepaald onderwerp vind van 7 minuten en van 3 kies ik 3. Ja. Contracten bij werkgevers zijn korte tijd contracten. Als we de studie niet leuk vinden, gaan we iets anders doen. Het is heel moeilijk om, als alles op shuffle staat, om dan ineens relaties wel duurzaam aan te gaan. Ja. En dus ik denk dat mensen wel op zoek zijn naar die verbindingen, die nieuwe vormen van verbindingen. Maar nog niet hebben gevonden. Nou, ik denk dat het leven om ons heen het steeds moeilijker maakt om die echt aan te gaan. En dat je... Dat we heel erg juist aan het richten zijn op gelegenheidsvrienden. En ja, moet je eens kijken hoeveel mensen om je heen tegenwoordig een vriendengroep voor dat hebben. Ja. En een vriendengroep voor dat. En ik herken het hoor. Die kennen elkaar soms niet eens. Maar als je uitgaat, dan ben je altijd met 10. Ja. En als je naar een museum gaat, dan doe je dan met een ander. Of, best grappig om dat een keer om te draaien. Nou ja, en je gewoon af te vragen, te piekeren over waarom is dat eigenlijk zo?
En ben je niet... Ik denk namelijk dat ik echt af en toe te veel aan het invullen ben van... Ik bouw mijn eigen overzichtelijkheid, ook sociaal. En dat is een hele gekke ontwikkeling. Die komt voort uit al die andere dingen op Shuffle. Dat, er is nog een boel werk te doen aan, aan de winkel. Persoonlijk in ieder geval, vind ik. Ik wil je bedanken voor je tijd. Dat je het met me wilde delen allemaal. Ja, al leuk. Deze mooie dingen. Ik hoop dingen. Dat er iets uit te destilleren is. Merci. Leuk. Ja, vond ik ook. Maar jij weet na al die gesprekken dus gewoon heel goed wat geluk nou eigenlijk is. Ik ben zelf... Iedereen vraagt, ben je dan heel ongelukkig? Nee, ik ben juist wel heel gelukkig. Maar daar ben ik ook op een bepaalde manier gekomen. Maar als je daar meer over wil weten of meer gesprekjes wil zien... dan moet je gewoon even abonneren op mijn kanaal. Was dit nou een bruggetje? De slechte. En wat is dat kanaal dan eigenlijk? Ik denk dat dit misschien wel de meest geloofwaardige aankondiging was ooit.